De 47-jarige, bijna 48-jarige Mervyn King, bijnaam The King, tegen Adrian Lewis. 29 geworden in januari. Bijnaam Jackpot. En zij nemen het tegen elkaar op in deze halve finale. Waar ze voor het eerst staan op dit toernooi. Lewis die twee keer de kwartfinale haalde, waaronder vorig jaar. Die verloor die van Peter Wright. Dat was nog in het Reebok Stadium in Bolton. En King was er toen ook bij. En ging er in de derde ronde uit tegen Michael van Gerwen. Dat was de man die me in 2012 ook al had uitgeschakeld. En Mervyn King had op dit toernooi tot voor deze editie nog niet eens een kwartfinale gehad. Laat staan een halve finale. Ja, Jacques. Terry Jenkins tegen Mervyn King. Dat zou een finale zijn. Ja, nou waarom niet? Het zijn twee mannen die regelmatig ver komen in toernooien. Dus ook finales zouden kunnen halen. Maar ja, dat geldt ook voor Adrian Lewis. Ik hou verder een open vizier. Ik zou het wel heel leuk vinden als Terry Jenkins de finale won, maar dat is meer persoonlijk dan wellicht. Dat is niets ten nadele van deze twee mannen. Hij verdient wel een kroon op zijn carrière. Hey, ladies and gentlemen, first leg, Mervyn the throw first. Game on! King mag in ieder geval beginnen. De runner-up op Lakeside in 2002 en 2004. En de halve finalist van het PDC WK in 2009. Ondanks dat Lewis 18 jaar jonger is, heeft hij toch aardig wat meer op zijn palmarès staan dan Mervyn King. 16. De wereldtitel in 2011 en 2012 100. Natuurlijk. Vorig jaar nog de European Championship voor Adrian Lewis. 59. Ja, toch zijn het allebei geen spelers die groot zijn in het spelen van finales. Lewis, 10 finales gespeeld, maar 3 gewonnen. King, 14 finales gespeeld, ook maar 3 gewonnen. Dus dat zijn ook voor hun niet echt superstatistieken. Maar ja, eerst maar eens tot die finale komen natuurlijk. King meteen onder druk gezet door Lewis in de eerste leg. 43. Only require 80. Dat is even een triple 20. Dat is even een dubbel 10. En de eerste tik is al uitgedeeld door Lewis. Het gaat ook in deze wedstrijd in een goed tempo. 140. Hij had het heel lastig tegen Ronnie Huibrechts. Adrian Lewis, die partij had hij eigenlijk moeten verliezen. Aan de andere kant, hij kwam wel magistraal terug natuurlijk vanuit een kansloze achterstand. Of
vanaf dat moment magistraal. Ja, hij schakelde Huibrechts uit. Hij schakelde Van Barneveld uit met 9-2. Hij schakelde Suljovic uit vanmiddag met 10-3. 100. Hij heeft niet veel legs meer verloren hoor, nadat hij op die 7-3 achterstand stond. Nog eentje tegen Huibrechts. Nee, je zei het al, 2 tegen Van Barneveld en 3 tegen Suljovic. Dat is dan 25 winstlegs tegenover. Daar doe ik het voor. King is het toernooi vrij regelmatig doorgekomen. Terwijl we eerst even gaan kijken wat Lewis doet met 130. Die gooit hij niet uit. Maar hij laat wel tops over. King op 121. Ook hij is op zoek naar een triple. Hij heeft hem gevonden. Triple 11 ook. Dubbel 14 over. Dat scheelt toch wel een centimeter. En dus was de moeite allemaal voor niks. Die twee eerste triples van Mervyn King. Het is gewoon tussen aanhalingstekens 2-0 voor Lewis. King dus regelmatig in zijn vier partijen die hij hiervoor speelde. 9-4 tegen Carl Merchant. 9-4 tegen Dave Chisnell. 9-6 tegen Christian Kist. 137. En in de kwartfinale vanmiddag 10-6 tegen Kevin Painter. Ja, kijk naar het gemiddelde van Lewis, 113,9. Dat is vrij aardig. Heeft toch wat mindere weken achter de rug in de Premier League. Begon daarin goed, maar de laatste paar weken was het een stuk minder. Peurde er nog wel een gelijkspel uit tegen Van Gerwe afgelopen donderdag. Maar dat was ook eigenlijk vanuit de achterstand behaald. Als je hem dan hier ziet gooien. Tjonge jongen, kijk eens. Hop, 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 hop. Ja, het enige wat hij nog vooraf zei is ik gooi wat weinig 180ers in de laatste wedstrijden. Ja, dat klopt. Nou, als je je wedstrijden zo makkelijk wint, dan maakt dat niet heel veel uit, heb ik het idee. Ja, we moeten ook niet vergeten dat aan het gelijke spel tegen Van Gerwe in de Premier League dikke, vette nederlagen vooraf gingen tegen eerst Wes Newton en daarna Peter Wright. 120 voor Mervyn King om zijn eigen lek te houden. En hij heeft hem echt nodig. En hij gooit hem echt niet. En dus loopt Lewis ook in deze wedstrijd weg van zijn tegenstander. Zoals hij dat ook bij Suljovic deed, zoals hij dat ook bij Van Barneveld deed. Moet nog wel de dubbel 2 gegooid worden, maar die zit er nu ook in. Ja, hoe je hem gooit ook. Ja, hij loopt al bij wijze van spreken, stapt al de hockey op en dan moet die pijl nog in het bord landen. Hij weet gewoon dat hij erin gaat. Ja, hij wist ook dat hij sowieso richting het bord moet, want het was zijn laatste pijl. Daar valt weer geen spel tussen te krijgen. Het is de vijfde ontmoeting tijdens een televisietoernooi tussen deze twee mannen. De eerste was 7 jaar geleden in Las Vegas. Op de Desert Classic. 8-6 voor Lewis. Daarna in 2010 twee ontmoetingen in de Premier League. Die werden allebei gewonnen toen door Mervyn King. En de laatste was een heel recente derde ronde van het afgelopen WK. 4-1 in sets voor Aiden Lewis. Dus de totale balans van de afgelopen 7 jaar is 2-2. 59. Ja, op tv dus in knock-out wedstrijden is Lewis de betere. Ja. De vloer toernooien trouwens. Terwijl we even kijken wat King doet. Wint King bijna altijd van Lewis. Daar heeft hij echt zijn nummer, zoals ze dat in Engeland zeggen. Dit is ook een vloer toernooi. Alleen staat wel 3-0 achter. 15 voor Lewis. 150. Oh. Daar was het bijna 4-0. En hij baalt flink. Die had hij echt willen hebben.
King wil die dubbel 6 wel hebben. En die krijgt hij. En dat is dus een break. In het voordeel van King. Hij loopt er nog wel eentje achter op Lewis. Ja, dan heeft Mervyn King Adrian Lewis teruggebroken in de vorige leg, maar met die score van 41 zojuist heeft hij het initiatief in deze leg weer heel makkelijk af. En hij gaat er ook niet makkelijker bij kijken. Nee, als ik het goed zie gaat hij er ook niet makkelijker bij lopen. Ja, het is natuurlijk erg oncomfortabel als je last hebt van je rug en heup en je moet darten. Het verplicht hem om rechtop te blijven staan. Normaal gesproken staat hij iets verder voorover gebogen. Aan de andere kant sta je wel stevig nu. Dat kan dan weer het voordeel zijn. Lewis gaat naar tops. Hij heeft er de halve finale mee gehaald, King. Een halve finale waarin hij na vijf legs wel 4-1 achter staat tegen.